Maar Juan Boadu is de laatste weken weer de eerste spits van AZ. Dat was eerder dit seizoen niet altijd het geval. We kijken daarom terug met de jonge aanvaller op afgelopen periode. Ja, er zijn veel jongens die gewoon goed in de spits kunnen spelen. Je hebt Ferdi en je hebt Appie. En de concurrentie is gewoon hoog. Hoort ook bij een club als AZ. Maar ja, ik voel me wel gewoon de eerste spits van deze club. Ik heb de nummer 9 shirt heb ik gekregen. En ik voel me gewoon eerste spits. En het is gewoon mij om eerste spits te blijven. Niet lekker aangespeeld, Boadu. Maar kan misschien, als hij naar binnen komt, nog uithalen. Oh, Boadu! Net over het doel. 3 doelpunten in de Eredivisie achter jouw naam. Wat denk jij dan? Ja, is niet best. Maar ja, ik denk dat ik er 6-7 in de basis heb gestaan. Ik heb aardig gehad. Ja, ik heb niet super veel kansen gehad. Maar ik kon er wel wat meer hebben. Maar ja, laten we hopen dat ik snel 2 à 3 goals maak. En er gewoon weer bij zit. Ja. En zoals afgelopen zondag hè, tegen FC Twente. Is dat ook zo'n wedstrijd waarvan je denkt, ja, daar hadden er eigenlijk wel een paar in moeten gaan? Ja. Welk moment kom je dan als eerste naar boven? Die bal van Kel, dat ik hem aanneem en dat ik net 1-1 kwam. Kikpiri tikt me net aan. En ik val te laat eigenlijk. En die bal van Owen, die Owen die voorzet geeft. Dat ik hem eigenlijk met rechts moet binnentikken, maar dat ik hem met links wil binnentikken. Dat zijn de 2 momenten die me bijblijven. Wijndal, Boadu, goal. Nee, want hij mist hem. Ja, dat zijn wel dingen niet wakker van licht, maar daar waren ik wel echt van bal. We kunnen zoveel kansen creëren als we gewoon wat minder slottig zijn. En dan is het gewoon aan mij om die kans af te maken. En dan moet ik gewoon nog meer een killer houden. Boadu stond in de jeugdopleiding van AZ bekend als een groot talent. Nu op zijn 19e en met de nodige ervaring snapt hij steeds beter wat er nodig voor is om te slagen in de top. Ja, ik denk dat veel talenten dan toch de fout maken. Dat ze denken dat alleen talent zeg maar, ze verder gaat helpen. Maar ik denk dat het met hard werken, dat je nog verder gaat komen, nog fitter bent. Als je nog gezonder leeft. Ik denk dat het allemaal veel jonge talenten onderschatten dat, denk ik. En dat verschil heb ik gemerkt. Tuurlijk, ik zit nu volgens mij 3 jaar bij de A-selectie. En natuurlijk in het begin was ik ook een jongen die niet at wat hij kon. Maar ik bedoel, zeg maar, ik at toch wat slechter dan nu, zeg maar. Dus dat heb ik gewoon proberen te verbeteren. Boadu, nu moet het dan met links doen en dat kan dus ook. Boadu staat nu dus op 3 treffers. Een stuk minder dan vorig seizoen. Toen maakte hij er 14. Maar dit voetbaljaar is nog lang en met dus nog voldoende mogelijkheden om die 14 goals te evenaren of te overtreffen. Met dit team moet dat eigenlijk wel lukken. Ja. Betekent dat je nog minimaal 11 moet maken? Ja. Hoeveel wedstrijden? Ja, we zijn pas 10 wedstrijden bezig. Dus 24 wedstrijden, 11 goals. Dat zou leuk zijn.